de heerlijke 5-0 overwinning van Ajax is het zaterdag alweer tijd voor de volgende wedstrijd. Go Ahead Ajax. En voor de breinbreker gaan we terug naar 2016. Het wordt Goedelje dus en een hele fraaie vrije schop voor de 0-3 en de beslissing in deze partij. Goedelje zorgt via deze vrije trap voor de eindstand van 3-0. Maar welke Ajax-ziet was verantwoordelijk voor die andere twee treffers van die middag? Zometeen het antwoord. In zowel 2022 als 2023 wist Ajax niet te winnen in Deventer. Maar in januari dit jaar wist Ajax eindelijk weer te winnen, al ging dat niet gemakkelijk. Dit is Bergwijn met de tweede paal, is daar de openingstreffer voor Ajax. Ajax op voorsprong in de Adelaarshorst. Bergwijn, de aangever, Bobby met zijn 9e van het seizoen. Del, Kuipers nu daar. En in één keer door. En daar is de gelijkmaker. En wat een doelpunt van Go Ahead. Berghuis met de vrije schop. Legt hem daar bij de tweede paal neer. En binnen geramd door Tahirovic. En zo komt Ajax in de toegevoegde tijd van de extra tijd nog op 1-2. Rons dus richting de tweede paal. Daar komt Willemsson met de borst en de gelijkmaker. Kramer met de 2-2. Tahirovic in de kleine ruimte. Berghuis, dat is goed gevoerd. Rens geen buitenspel. Kan het zomaar 3-2 worden voor Ajax? En dat wordt het ook. Na al die kansen voor Go Ahead Eagles is Ajax buitengewoon effectief. Van de eerste 5 eredivisiewedstrijden dit seizoen won Go Ahead er 2. 3 keer werd er verloren. Afgelopen weekend tankte de ploeg van trainer Paul Simonis vertrouwen in Rotterdam door met 2-1 van Sparta te winnen. Er is nog geen duidelijke topscorer in Deventer. Alle 4 doelpunten tot nu toe dit seizoen zijn gemaakt door een andere speler. Met Julius Dirksen en Henrik Jansana heeft Go Ahead Eagles 2 spelers in de selectie met een verleden bij Ajax. Sinds de eeuwwisseling speelden Go Ahead en Ajax pas 6 keer eerder tegen elkaar in Deventer. Dit komt doordat de Eagles regelmatig in de eerste divisie uitkwamen. Van de laatste 10 duels in Deventer wist Ajax alleen de wedstrijden in 2022 en 2023 niet te winnen. Marciano Vink is dit keer de blikvanger, of beter gezegd 2 minuten uit de carrière van Vink. In januari 1993 scoort hij namelijk 2 keer binnen een mum van tijd, allebei op aangeven van Dennis Bergkamp. De rand van buitenspel, maar gelijk met Hulshoff kan Bergkamp weg en dan is het toch wel raak en dan is het Vink die scoort. Is hier Overmars en blijft de bal liggen voor Bergkamp die hem er niet in krijgt, maar dan is Vink er. En is het 6. En dan de allermooiste goals van Ajax in Deventer aller tijden. En voor de allermooiste gaan we terug naar de jaren 80 en 90. Aljee, na die openingsfase nauwelijks in de problemen geweest. Rob de Wit, wat een goal! Gerald Vanenburg zal ze uit kunnen halen. Komt dat schot! Schitterend! Gerald Vanenburg. Nou, pak weg, een meter of 20. Bergkamp. Davids. En daar is Davids en daar is een hele mooie tweede goal van Ajax. Terug naar de breinbreker dan, want wie zorgde in 2016 voor de eerste 2 Ajax-doelpunten in Deventer? Klaassen zou het kunnen proberen. Klaassen en die scoort. Die schiet er mooi binnen. En zo is het 0-1 voor Ajax. Davy Klaassen faalt niet. Schiet hem in de bovenhoek. En zo is het 0-2. Wat heerlijk hè, dat hij terug is, Davy Klaassen. En tot slot, wil jij kans maken op een Ajax-shirt? Dat kan. Het is heel simpel. Voorspel in de comments gewoon even de rust en de eindstand. Zet je Instagram-naam erbij. En wie weet, wil jij het Ajax-shirt?